Welkom bij de review van de Efteling. Ja, deel 2. Ja. Huh? Oké. Okay. En we lopen nu hier op het plein. In Hansplein. Daar is de Aquanura. Wij gaan dus eerst richting Symbolica. Nu zijn we eigenlijk bijna nog. Nu kunnen we starten met de review. Ja. Oké, we lopen nu over het padje. Wij mochten via de vakantiepark ingaan, dus we lopen niet op het hoofdpad, maar op dit kleine padje ernaast. Het is ook heel leuk geregeld, hè? Ja. Want dat kan, dat is een pluspuntje. We mogen een half uurtje Als je overnacht hier, dan maar je half uurtje vroeger binnen, dat is zeker een toppuntje. Dat is zeker is om uit te proberen. En ook heel leuke vakantieparken, hè? Ja. Met huisjes of hotel, je kan kiezen. Maar we kunnen helaas niet richting Symbolica op dit moment, want de poorten zijn dicht. Ja. Ook begrepen, anders kon de ander ook al binnen, dat is niet eerlijk, hè? Nee. Maar wij gaan hier naar rechts. En dat is, ja, dan zullen we maar een keer beginnen met de eerste attractie. En dat is het spookslot. Daar beginnen we mee. Dat is toch tof? Ja, het is zeker een toffe attractie, daar beginnen we ook mee. Ja, we gaan hem gewoon even doen. En het is 9 minuten wachttijd, zeker goed. We gaan hem gewoon even doen. En ja, veel plezier met kijken. Beweegjes zo in de grond hier, denk ik. De grafcirkels zijn aan het bewegen hier. Spookslot, Rocky, vond je tof. We gaan nu eens langs de papier hier. Hollebollegijs dus. Hollebollegijs. Ja, zeker. Dat is echt drie kwaliteiten. Ja, zeer leuk gedaan door al die vuilbakken. Zeer mooi. Hey, papier. Ticketjes. Hey, papier hier. We hebben ze toch niet meer nodig, maar boeien. Dit is een leuk souveniertje. Hey. Leuk souveniertje, even de tickets. Papier. Hey. Oké, we lopen maar eens richting Vogel Rock en Carnaval Festival Behouden en Handeletta. Ja. We lopen eens via daar. Hier heb je de bordjes. En wij gaan dus richting Magereek. Oké. Zo. De gondoletta draait nog niet, die zullen we straks laten zien, hè, dat die draait. Maar nu draaien nog niet zo heel veel attracties. Ja. Dit is trouwens de achterkant van Symbolica, die is ook heel mooi. Heel mooi gedecoreerd. Ja, vanachtig. Ik dacht niet in het begin dat ze vannacht ook gingen thematiseren. Zo die rotsen van die keer. Ja, de waterval staat er nog uit, waarschijnlijk weer zijn code. Zou waarschijnlijk wel zijn, want het ligt nog ijs op het water, misschien met dat afvoertje. De rotsen zijn wel zo mooi, hè? Ja, normaal speelt hij nog een waterval, is ook heel mooi, maar die is er nu niet, helaas. Maar we komen op het eerste pleintje. De Hondoletta, de volgende attractie. La Volta, naast de Hondoletta, is ook nog de Pagode. En dat is een uitkijktoren. Stel je voor, de Efteling.
eerste pleintje, we komen aan. Vol Horrok, de eerste taxi van vandaag. Koffie is wel tof, hè? Zo, we gaan instappen. Het is lekker rustig. De wachtrij bleek mooi te zijn, dus die heel... Oh, mooi, hè? Ja. Die is leuk, hè? Wat een muziekje nog. Ja. Het E van de vogel. En hier komen we direct dan in de wachtrij, hè? Kijk, één als het druk gaat zijn. Ik hoop het niet, maar ik denk het. In 5 minuutjes de vat mee. Oh, lekker rustig, hoor. Ja, zeker. Echt de kwaliteit. We zijn er. Instap maar. Hey, dames! Vogelrok is een type dark achtbaan geboten via Coma. De hoogte is 25 meter, de daling is 19 meter, de maximumsnelheid bedraagt 65 km per uur en de capaciteit is 1600 personen per uur, wanneer ik allemaal eerst met 3 treinen reden, maar nu voorlopig dacht ik met 2. Als je maar een zelfs niet filmen op de attractie, tja, voor de veiligheid, maar dus de achtbaan zou je helaas alleen maar overrides van zien, dit kan en overrides natuurlijk niet. Leuk, maar ja. Ja. Het is geen nagemaakte. Die is echt ooit opgegraven. Ja, dat is echt een vogel op het licht. Dat is echt waar. Ja, dat wist ik. Dat is het probleem. Mario, ja. Op naar de volgende attractie. Ja. Zeker een leuke achtbaan in het donker. Veel pretparken missen. En mooi gedecoreerd. Ja, en veel pretparken missen. Dit zijn echt wel leuke achtbanen. Carnavalfestival. We gaan daar eens even instappen. Veel kijkplezier van de onrides. De wachtrij van Carnaval Festival. We gaan er nu in. Nu zou je de onride zien. Nu! Het Carnaval Festival is een darkride en is geopend op 1 juni 1984. Hij is geboden door Mac A. Hey. Of Mac A. Hey, en de lengte is 240 meter. De ritduur is ongeveer 8 minuten en de capaciteit is 1600 personen per uur. We gaan gewoon plezier maken van deze toffe dark ride.
Carnival. Maar we gaan in richting de Ruigreek. Ja, richting de Flying Dutchman. De Vliegende Hollander dus. Zo, Carouselpaleis. Het volgende pleintje. Het is een mooi pleintje, mooi verzorgd. De hagen zijn nog niet mooi in kleur. Ja, het is nog winter ook. Maar het is lekker rustig. Alles is nu open. Net was de Droomburg kreeg tijdens de storing op het einde, maar je hebt toch naar de onderuit kunnen zien. En we gaan nu eens hier binnen in het Carouselpaleis. Hier is dus een draaimolen. Maar meer is hier niet, dus we gaan eens in de diorama houden. Dat is hiernaast. Gaan we eens daar eens kijken. Hè. Wat er daar te beleven valt, dat is een miniatuurwereld, dat weet ik wel. Hey team? Ja. Diorama hou. We gaan eens binnen gaan. We gaan eens binnen. Diorama is dus een grote miniatuurstad. Het is een heel mooi gebouw met water. Er zit zelf water bij. Heel mooi gemaakt. Hé, Timon? Ja. Wat is het eerste evacuatie dat dat is? Ik heb een attractie. Ik vond het even leuk. Ik vond het leuk omdat ik door te wandelen. Oké, dit was dus een beetje diorama. Je hebt denk ik er genoeg van gezien, zo speciaal is het niet. We gaan nu via de andere kant er weer uit. En dan komen we weer uit op het Carouselplein. Hey, paardje! Hey team, moet je er niet op zitten? Zo. Net even een foto gemaakt van teamen. En nu gaan we een keer naar buiten. Dus hier heb je straks zie je natuurlijk een mooie sprookjesbos. Ja, Carouselpaleis. Ja, straks hadden we natuurlijk eens een mooie sprookjesbos. Dat ligt daar ergens. Daar. In de verte. Maar wij gaan eens richting, ik weet niet, hier is... Dit moet ik wel eens zien. Kijk, even het poffertje. Dat is een poffertjeskraam, dus heel leuk, heel lekker. En ook leuk als je bij de kindjes komt, dan krijg je zo'n bordje mee naar huis. Maar die is helaas nog gesloten, dus je kunt hem niet laten zien van binnen. Zin in de ramen. Ja, dus maar de. Ja. We gaan eens naar het Lavenlaar. Dit is wel een leuk weetje. In het park zitten er veel van dit soort dingen. Dit. Zo. Het team had er eens een euro in stoppen. Ja, goed zo, teamen. 1 euro, we moeten erin. Moet je daarin stoppen? En kijk, als je dat erin stopt daar. Dan doe je dat. En dan komt er hier iets uit. En dat krijg je dan voor een euro. Wat zit daarin? En wat zit daarin? Soms zit daar iets anders in. Oké, god, we tekken mee. Kunt jij dat ook doen? Ja. Dus wat zit erin? Ezeltje strekje. Ik heb die al. Ja, zeer leuk. Hier. Alsjeblieft. En dus dit is nog niet in het Lavenlaar zit, maar hier heb je dus een kinderdraaimolen. Hier dus is er nog eentje met een kip. Tima had die ook eens uitbesteld. Nog op dit kleintje. Dit is eigenlijk een... hoe noemt hij nog alweer? Is dat hier ergens? Ja. Ik ben de naam vergeten, maar dit is weer een pleintje. Met een kind. Wat met een stadsmuzikant. Van een heel oude zwiermolen. En daar is nog een heel oude rupsbaan hier daarachter.
En daar is nog een restaurantje. En hier is een draaimolen tegen weggehaald. Kijk hoe mooi! Nog zo eentje! Beach. Pleintje van Carnaval Festival, denk ik. Ik ben er net achter. Dit pleintje was het Johan Pieckplein. En nu gaan we eens in het Efteling Museum kijken. Een kijkje nemen. Deze is wel mooi, joh. What the hell? Kom maar eens af. Dit is een museum met allemaal spulletjes. Dat is helemaal geen lanek daarboven. Dat is mooi. Leuk dat ze dit hebben gedaan. Diverse punten in het park slapen in warme hapjes en eten. We hopen dat u met deze korte uiteenzetting totaal in de wow. Dit is mooi. We gaan toch echt weer fijn naar de attracties, hè? Ja, maar wacht. Dit was een beetje het Anton Pieckplein op naar het volgende. Nu een keer naar richting het Carnaval Festivalpleintje. In het Rezenreek. Panorama, het restaurant, self-service of bediening. Nog een kinderspeeltuin. En daar zie je de verte de... Het Efteling Hotel in de verte. Yep. Even hier ga je door. De Vliegende Hollander wordt de volgende attractie, maar we mogen helaas niet filmen. Dus er zal een on-off-ride zien. Hé, het baan! Dat is niet aan. Doe dat maar. Mooi gethematiseerde wachtrij, echt waar, zeer mooi. Heel mooi gethematiseerd, maar je ziet waarschijnlijk niet zoveel. Echt mooi gedaan. Dus niet druk. Dus heel kalm. Enorm kalm. Het is zeer rustig vandaag. Het is echt tof. Makkelijk om een reviewtje te draaien. Daar is het station. We gaan instappen, maar we mogen helaas niet filmen. On-ride, dus we doen maar een off-ride. Veel cakeplezier. Je bent hier precies in de haven, hè? Ja. Mooi, hè? We gaan uitvaren op de eerste paasdag. De Vliegende Hollander is een waterachtbaan gebouwd door Kumbak. De lengte is 420 meter, de hoogte is 22 meter en is de maximumsnelheid is maar liefst 70 km per uur. We gaan genieten van deze natte, maar toch heel toffe rit.
hier staat de Joris en de draak. Steeds maar wat? Hier, de wachtrij van de Joris en de draak. Jot, en die stomme, blauwe mensen, die willen hier altijd. Maar kijk, dus dit is de wachtrij redelijk saai, maar het is toch wel een grote wachtrij. Vandaag is er gelukkig niet veel volk, dus we kunnen meteen instappen. Ja, niet meteen een kwartiertje wachten, maar dat valt wel mee, hè. Zo. Oh my goodness. Het is heel kalm vandaag. Hè? Ja, in de blauwe zijn we weer gewonnen. Ja, we pakken blauw deze keer. Yeah. Laat verwachten in zo'n grote achtbaan altijd. Zo'n constructie zat dat zeeman. Maar we gaan instappen en mogen we als we niet filmen op de achtbanen. Dus er staat een off-rideje voor jullie klaar. Joris en de Draak is een tweede racerachtbaan genaamd Water en Vuur en is gebouwd door Great Coasters International. De lengte is 788 meter en de hoogte 22 meter. De maximum snelheid bedraagt 75 km per uur. Het is gewoon een heel toffe achtbaan voor jong en oud. De halve maan. Het schommelschip. En de overdag. En nu gaan we naar... Baron 1898. Helaas mogen we weer niet filmen, dus er staat een off-ride voor jullie klaar. Baron 1898 is een divecoaster gebouwd door Bolliger & Mabillard. Hij heeft twee inverters, een Immelman en een Zero Giro. De lengte is 501 meter, de hoogte is 30 meter, de daling is wel 37 meter, maar hij gaat nog 7 meter ondergrond. De maximum snelheid is 90 km per uur en het is gewoon een topperbaan voor, ja, ik echt voor Waaghuizen. Ik hoop nu omhoog. Oh, yeah.
hier is de Fata Morgana. En het is een keer niet druk, in vergelijking met de windrefteling. We gaan instappen. In de Fata Morgana. Fata Morgana is een type dark water uitgeboter vitamine A G. De opening vond plaats op 27 maart 1986 en de ritduur bedraagt 8 minuten. De capaciteit is 1880 personen per uur, dus een heel hoge. Het is een fantastische dark ride en met heel mooi gethematiseerd. Thank you.
Zo, dit was de Fata Morgana. Het was een heel toffe darkride, zeer mooi gemaakt. Zo, deel 2. Zit erop van onze review. Ja. Dat was deel 2 van de Efteling Review. Hopelijk vond je het tof. Dit waren ook deel 1 op 2, dus de Efteling Review zit er officieel op. Hopelijk vond je het tof. Als je het tof vond, abonneer dan zeker even met een duimpje omhoog. En wat ik vond van het park, echt super mooi. Goed onderhouden. Toffe dark rides, carnaval, festival, Fata Morgana. Zeer toffe achtbanen ook. Jammer dat we niet moeten filmen, maar ja, we hebben off-rides, dus dat is ook wel iets. Maar ja, ik zeg graag tot de volgende park. De volgende review. Zwembad, pretpark, rollenbaan. Ik zie wel wat. Maar we zien jullie dan. En ik zeg dan graag tot de volgende. En vergeet zeker niet te abonneren.